Ik ben Tim Broekhoven, ik ben 22 jaar. Ik kom uit Zoetermeer. Ik ben in dagelijks leven werk ik als groepslesinstructeur op diverse sportscholen. En ik geef opleidingen door heel Nederland eigenlijk. Ik ben in aanraking gekomen met CrossFit door Haroon. Dat is ook de eigenaar en de coach op mijn box CrossFit Zoetermeer. En dat is in augustus, september van 2013 geweest. Dus nu, wat is het? 3/4 jaar denk ik mee bezig. En precies, 15 september heb ik mijn eerste officiële WOD gedaan op de box. Dat was Hotshots 19, weet ik nog te herinneren. En sindsdien is het eigenlijk het liefste wat ik doe in mijn vrije tijd. Ik word niet per se getraind door een coach, maar ik spar wel heel veel met andere mensen over trainingsprogrammering en zo. En met de andere jongens van mijn box waar ik mee train. Maar voornamelijk doe ik het wel zelf. Vorig jaar, wat ik zei, 15 september was de eerste workout. En volgens mij was op dat moment de inschrijving al volle gang. En toen heeft coach Haroon heeft mij verteld van, ga gewoon meedoen, want wat heb je nou te verliezen? En in eerste instantie dacht ik van, even afwachten, even kijken. Ik ga wel kijken en ik zie wel hoe het in zijn werk gaat. Maar hij kende me al wat langer en hij zei gewoon van, waarom niet? Dus ik heb me ingeschreven en in Den Haag kwalificatie gedaan. Want bij ons op de box was het nog niet. En dat was eigenlijk zo leuk dat het helemaal vanaf dat moment nog meer verslaafd geraakt. En op dat moment ook kijkend naar de opens. Van, dat was de volgende stap en de volgende test om te kijken hoe fit ben je. En ten opzichte van de rest. De competitie was hetgene wat me het meest aansprak op dat moment. Ik ben vrij competitief ingesteld. Ik hou van een wedstrijdje en ik hou van spelletjes. En helemaal op deze manier, omdat het zo allround is en je weet niet wat je krijgt. Je wist pas een aantal dagen van tevoren natuurlijk wat je moet doen. En dat is ook hetgene wat ik een van de leukste dingen vind aan het competitiegedeelte. En ook met de opens, dat je maar een aantal dagen de tijd hebt om een score neer te zetten. Om zo je algehele fitheid te testen. Als ik dit jaar meedoe, denk ik dat ik veel beter kan inschatten hoe je een workout moet ingaan. Zeker als die wat langer duurt, als in minuten. Vorig jaar was het 12 minuten M-rap, was de derde workout volgens mij. Was het gewoon als een idioot te keer gaan op de wallballs. En dan helemaal stuk zijn om aan je cleans te beginnen. Dat was volgens mij... En nu weet ik dat veel beter in te schatten van hoe moet je verdelen en pacen en dat soort dingen. Dus het is puur ervaring van hoe weet je skills, hoe goed zijn je skills en hoe goed kan je ze verdelen. Dus ik denk dat het ervaring is in workouts doen om te voelen hoe diep je moet gaan of hoeveel reps je moet doen of hoe je het moet opdelen. Dus ik denk niet zozeer de throwdown de kwalificatie zelf, maar meer... het aantal trainingsuren en het aantal workouts dat veel gaat helpen. Ja. CrossFit is voor mijzelf een manier van trainen om sowieso heel fit te blijven. En de wedstrijden en de games en de opens en de throwdowns en dergelijke is gewoon puur om te testen hoe ver sta je. En een leuk meetmoment. Dus, maar het is vooral de manier van trainen dat het zo vrij is en je hebt zoveel skills die je moet beheersen. Dus dat is de uitdaging voor mij erin.